Het is allemaal gelukkig goed gekomen bij de dokter. In ieder geval. Want, ik ga even zo lopen. Ze zeiden van, het ziet er goed uit, je teen is rustig. In ieder geval, maar... Super tof dat je kijkt naar Gloedeel Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ga snel mogelijk het jas aantrekken, want ik ga al richting werk. Dus laten we even alles uitdoen en lekker richting werk gaan. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk gaan vinden. Het is al bijna 5:30, zoals ik goed heb. Dus we gaan nu lekker richting werk. Lekker radio uit. En dan sta je in de kou te wachten op bij werk om er binnen te kunnen. En ja, ik zat al te kijken op de weg. Maar meestal is het dat je veel auto's ziet rijden, maar wat is het vandaag? Zo rustig op de weg, niet normaal gewoon. Zo apart te zien eigenlijk. Dat zo rustig is door de sneeuw vooral. Lijkt dat het dat meer impact heeft dat het doodstil is dan eigenlijk door COVID eigenlijk. Dat is toch bizar om te horen. En ik wacht op mijn collega, want dan wordt de deur geopend. Maar ik denk dat die collega wat later is, omdat... Of ze komt net aangefietst. Oh nee. Nee. Ik ga even wachten op mijn collega. En ik ben weer lekker thuis warm. En een van mijn collega's is al helemaal komen lopen uit Zevenhuizen. Want daar zat het allemaal bomvast, heb ik gehoord. En ik zit nu lekker even lekker relaxed buiten te kijken nu. Naar al die sneeuw. Ongelooflijk. Hoeveel is gevallen en wat heb ik hekel aan. Dan loop je op sneeuw. Ik weet niet of jullie herkenbaar is. Maar dan loop je op sneeuw en dan is het keihard. Zo vervelend en irritant om op te lopen, vind ik. Ik weet niet of jullie herkenbaar is. En ik heb echt... Vroeger was ik wel iets van sneeuw. Maar nu dat ik alleen maar ouder word, vind ik sneeuw alleen maar bagger, vervelend en helemaal niks. Ja, jij ook, Anja? Jij van sneeuw vindt ook niks, hè? Vind je sneeuw wel leuk? Hij is helemaal zo aan te kijken, maar waar heb jij het over? Hé, wat vind jij van sneeuw? Wat vind jij van sneeuw? Vind je dat leuk? Lekker, hè, geaaid te worden. Zo, maar ja. Even nu een lekker bakje koffie zetten. En ik ga lekker genieten van het weer buiten. Want het begint nu alweer te sneeuwen namelijk. En stond ik net ook al in de kamer trouwens. Lekker. Ja, nu gaan we maar even lekker bakje drinken. Maar koffie en dan even verder. Ik heb net een afspraak gemaakt. Na een week tijd. Een afspraak gemaakt met de huisarts. Voor mijn teen. En dan moet ik alleen in de sneeuw lopen. Daar heb ik alleen geen zin in. Maar dat moet helaas. Want sneeuw ligt er nog. Ja, die kan ik niet zo wegtoven eigenlijk. Oh, was het maar zo'n feest. Oh, dat zou eigenlijk heerlijk zijn eigenlijk. Om... bijvoorbeeld ben je bij iemand, dat je gewoon zo doet, even bij iemand toe. En zo weer thuis, zonder dat je het moet lopen. Zou geweldig zijn. Oh, dat zou een hele mooie oplossing zijn. Zo. Oh, dat zou echt heel fysiek zijn. Ik zie het al helemaal voor me. Ik zou echt een relaxed leven hebben. Maar ik heb een afspraak gemaakt, wat ik al zei, met de huisarts om 3:00. En dan ga ik voor meteen laten kijken, want... Ik heb niet echt veel last, maar mensen om me heen biedt het gewoon, zij zijn niet je moed, maar biedt het me om eigenlijk naar de huisarts te gaan. Weet je, dadelijk is er iets fout, dus ik laat me voor de zekerheid maar afspraak maken ervoor. Want ja, daar heb ik alleen mezelf mee en zeg ja Sander, we hadden je gezegd Sander. Je had moeten gaan. Maar ik ben gewoon een type die soms denk ik wel eigenwijs is om niet te gaan.
Ja, maar ik ben ook een keer type. Dat is niet meer eigenwijs, maar afwachten. En dan afwachten te lang. Ik wacht te lang. Ja, dat ben ik gewoon. Ja, dan kan ik niks meer doen. Het is me. Ja, zo ben ik gewoon. En ik kan er niks aan veranderen, want ja, ik kan wel iets aan veranderen om weer naar een bel te trekken, maar dat vind ik soms moeilijk. Van ja, wanneer ga je dan nemen de risico? Want dat is zo moeilijk. Want neem bijvoorbeeld, ik noem maar op, stel je voor, ik zou vrijdag tot zondag weggaan. En treinen rijden, zouden is er een melding treinen. Kijk, dan is het anders. Want dan zou ik sowieso aan de risico gemeld dat de treinen niet rijden. Dan is het gewoon logisch. Dan pak ik gewoon die trein niet. Want zo simpel is het. Want treinen reden zaterdag wel. En zondag niet. En zaterdag is er al gemeld. Er is al eigenlijk al ongemeld. Kijk, dan ben ik zo'n type. En dan weet je, dan doe ik het. Maar bijvoorbeeld over meteen vind ik gewoon een moeilijk risico om te nemen. Zo. Gewoon bij je vermogen. Vind ik gewoon een moeilijk om een risico te nemen namelijk. Maar ja, toch gedaan. Dus toch om 3 uur naar de huisarts. Ja. Dus moet ik een paar uurtjes nog wachten. Ja, en zit ik dan. En ik zit een vlog van vrijdag even te editen, want die is niet wel afgemaakt, maar er is wat fout. Ja, dan moet ik even allemaal recht. Ik ben nou op. Ik wou zeggen, ik ben onderweg, maar mijn camera ding breekt ineens af. Ineens. En toen viel mijn camera. What the fuck? Oh, dat heb ik weer. Nou, ik hoop dat ik ze nou wel kon maken. Nou, dit ding is dus niet goed. Wat ik al zei. Goedkoop dingetje. Maar ja, ik ga nu richting dokter. Ik weet niet of ik ga vloggen daar zo. Maar in ieder geval richting dokter nu. En laat ik zo meteen weten aan jullie wat is gebeurd. En misschien ook dat ik het laat zien aan jullie wat er is gebeurd namelijk. In ieder geval nu richting de dokter, de huisarts. Het is allemaal gelukkig goed gekomen bij de dokter. In ieder geval. Want ik ga even zo lopen. Ze zeiden van, het ziet er goed uit. Je teen zit is rustig. In ieder geval. Maar ik moet wel even zalf doen. En dat ze zelf weken, want ik heb een briefje meegekregen. Ik heb voor zeker nagevraagd wat het zalf het was. En het ziet er wel rustig uit meteen. En dat is het belangrijkste. Maar ik was eigenlijk een beetje toch eigenwijs geweest, want ik had eigenlijk een, doordat ik het al pijn had aan mijn ontstoken teen, had ik al gelijk naar de dokter moeten bellen. Maar ja, ik ben weer zo'n type, ik wacht tot ik dat wachtte. Maar nu, de volgende keer, als ik weer last van krijg, had ze gezegd, trek gewoon aan de bel. Dus dat ga ik volgende keer doen. Wat ik ook nu ga doen is snel naar huis. Batterij voor Rick toe, want even lekker bij Rick chillen en dan ja. Oh, wat is trouwens ook ongelooflijk koud buiten, niet normaal. En zonder dat trouwens dat die stukje nou afgebroken is, terwijl ik hem niet lang heb, en is hij nu helemaal afgebroken. Daar bouw ik wel enorm van, maar dat is wel een teken eigenlijk. Dat zeggen ze heel vaak, ik weet niet of jullie het spreekwoord ook kennen. Alles wat snel kapot gaat is een troep. Ja, eigenlijk is het ook wel zo. Maar ja, ik ga nu lekker richting huis toe. En naar Rick toe. Dan zit je lekker puin, lekker thuis al. En dan zit je lekker vlog te kijken. En dan word je ineens trouwens ook gebeld door je werk. Dat je om 9 uur kan beginnen tot, als ik even reken, 10, 11, 12, 1. Ja, tot 1 uur moet ik werken. Morgen. Nou, maakt niet uit. Want er is een reden dat de verswagen morgen, vandaag niet is gekomen. Want eigenlijk per dag. Dus de vulling wat vandaag gaat komen, moet ik morgen vullen. Zo zit dat aan elkaar. Dus, maar vandaag is de vers niet binnengekomen. Dus komt het
overmorgen pas binnen dat ik weer moet weer werk. Eigenlijk weer moet vullen. Maar dan vraag ik alleen af, wat moet ik morgen vullen? Maar wat ik morgen moet vullen, laat ik morgen weten aan jullie. En wat ik ook eigenlijk zie is dat het best wel een beetje donker aan het worden is. Dus, maar dat betekent wel dat ik hele middag van 1 tot en met zo laat, dat ik nog alsnog wat heb. Weet jij, deze zet ik niet aan, ik zet deze aan. Zo, dat is wel beter. En ik heb net even Kaya eten gegeven. Ik ben lekker naar dokter geweest vandaag. Dus om terug te komen, wil ik even nog even helemaal uitgebreid over hebben. Is, meteen ziet er ongeveer goed uit. Ik had eigenlijk niet aan moeten komen. Maar omdat ik aan heb gezeten, omdat ik pus er heb uitgehaald, zag er goed uit. Maar ziet er rustig uit. Dus, maar dan moet ik alsnog Cretamacolumcreme gebruiken. Een gedroge, gevoelige huid is het voor. Nou, mijn huid ziet in ieder geval ook goed uit. Wat er nu op zit is de pleister. Voor mij heb ik dat al gemeld, dat de pleister al op zit. En wat zat er nog meer op? Vaseline volgens mij. Dus dat is volgens mij, als ik goed heb, zover. Slikte me. Ik ging ademen met mijn verkeerde keel gehad. Ik heb die zelf nog steeds zelf. Of ik moet hem nu weggegooid hebben. Namelijk. Dus dit. Betadine zalf. Ja, dat is deze. Die heb ik nog steeds hoor. Maar hij is alleen verkleurd als ik zit te kijken. Of lijkt het me zo. Nou, het zal wel. Maar dat is handig dat ik hem nog heb bewaard. Of niet? Zo ontstaat de datum op? Nee. Volgens mij staat er geen datum op, want dacht ik wel handig om te weten. Maar misschien weten jullie dat. Staat altijd op die zelf datum op of niet? Laat even weten in de reactie. Wacht, dan kan ik algemeen kijken op daar die verpakking. Want dat is een beetje hetzelfde als wat ik nu heb, namelijk. Volgens mij staat er nooit een datum op. Kijk hoor. Ja, deze is goeie. Ja, dit is goeie. Deze moet ik, stond er ook op 2 dagen per dag. Maar ik ga pas morgen beginnen ermee, namelijk. Omdat, ja, waarom eigenlijk? Omdat, juist, dan is het makkelijker voor mij. Kan ik ochtend beginnen. En ik doe het 's avonds zalf op. Maar dan weet ik al nu wel een antwoord van mijn moeder. Je kan vast morgen beginnen. Ja, maar ik laat deze pleister even vandaag even nu opzitten. Voor de zekerheid. En dan ga ik morgen pas beginnen. Want dat is het makkelijkste. Dus laten we dat even doen. Dus de morgen en de morgen moet ik om 9 uur beginnen. Tot en met 1 uur. En alsnog moet ik morgen om 3:15. Ga ik alsnog mijn vriendin Sanne bellen om 6:30. Omdat zij... Nee, want 6:30 moet ze op werk zijn. 7:30. Nee, zeg ik allemaal jongens. Ga lekker met mij. Nu wordt een beetje laat. Moet ik nog op slapen? Nee, om 4:30 ga ik me Sanne wakker bellen. Want dat doen wij elke ochtend. Namelijk omdat ik eigenlijk elke ochtend om 7:00 begin. Maar nu 2:00 later namelijk. Maar het is alleen de vraag wat ik moet doen eigenlijk. Maar ja, dan ga ik morgen zien. En in ieder geval, morgen lekker op tijd wakker. In ieder geval, dat wel. Maar laten beginnen. Dat is het alleen. En ik heb even lekker eten opgehaald bij de bovengroep. Want ik heb zo... Want er moet ook gebeuren eten. Morgen ga ik mezelf even zelf eten maken natuurlijk. Want ik heb al eten in huis. Tenminste, ik heb eten al nog. Want dat heb ik al pas geleden nog gehaald. En deze morgen doen. En... morgen laten beginnen. Zo, ik heb een hele lijst wat ik kan melden, joh. Maar ja, ik ga nu even lekker YouTube kijken en met eten erbij. En ze, oh ja, dat wou ik vertellen. Ik zou dit denk ik wel nog iets vertellen, maar ik weet niet meer wat. Je wilt er eentje voor mij eten. Hé, Kanya? Wat zie jij allemaal? Wat zie jij? Hè, wat zie jij allemaal? Die zit naar mij eten te loeren. Ja, ik zie het wel. Maar ja, wat ik al zei, ik ga lekker eten. Weet niet of voor jullie herkenbaar is, maar dan ben je lekker rustig op het gemak van lekker aan het eten. Maar
Dan ben je eten en dan ben je halverwege, heb je bijna op of je bent op zo'n zoals dit. Dan denk ik van, oh, en nu zit ik echt vol. Omdat je gewoon te veel op hebt geschept. Maar ja, ik zit echt bom vol. Dus ik ga het maar weggooien. Ja, ik hoef het niet meer. Dus ja, dan gooi ik. Ja, het is misschien zonde, maar ik ga het gewoon weggooien. Ja. En ik ga het sowieso niet laten staan, want anders gaat Ganja weer weg eten van eten. Dat wil ik ook niet hebben namelijk. Dus ik ga het maar even weggooien. Oh, zo, de knijters. Zo. Zo. Hoppakee. Ook weer gebeurd. Bam, opgelost. Maar wat ik altijd maar eens zal doen is... Eigenlijk, gelijk onspullen, dat heb ik er ook vaak over gehad natuurlijk. Maar ik blijf gewoon herhalen, omdat jullie misschien voor eens vergeten of wat dan ook, niet vergeten. Want het is best wel belangrijk eigenlijk. Want ik was eigenlijk nooit gelijk af, omdat... Nou, of ik heb geen tijd voor, of zeg gewoon eerlijk dat ik geen zin in heb. Dus dat is het punt. En dan ga ik... Nu lekker YouTube kijken en ik kijk een beetje wat meestal doe. Ik kijk ook even hoeveel afval ik heb en dan, nou, weet jij, laat ik even staan. Komt al. Klein beetje opstapelen, maar ook niet. Ben zorgen nu een beetje aan het zorgen dat ik niet te veel opstapel. Maar ja, soms kan je niet altijd tegenhouden. Dus vandaar. Ja, en dan gaat te veel opgestapeld worden. Dus jongens, ik begin een beetje in te kakken. Wat ik eigenlijk nu ga doen is lekker. Alles dicht doen. Morgen vroeg op om mijn vriendin wakker te bellen, Sanne. En ik ga nu lekker een bedje in en lekker slapen. Morgen weer een dag. Morgen vroeg op, wat ik al zei. Maar wel denk daarna even nog een beetje. Even een paar minuutjes, even ook een beetje. Dicht doen. Ja, oké. Dicht doen. En dan ga ik nu lekker richting mijn bed toe. Lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je je meteen abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers weer, gewoon een heel vlog, om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters! Eigenlijk hier binnengevallen. Ook elke keer door op maat, want ik wilde net ook even kijken hoe voelen. Of kijken en voelen hoe eigenlijk buiten was. Dus vandaar.